Yo Nintendo fans! We zijn in de Schouwburg in Paper Mario Origami King en we moeten allemaal toffe voorstellingen helpen ofzo? We hebben al twee rollen te pakken gehad. Eentje als epische breakdancer waarop iemand verliefd werd en we zijn ook al Cowboy Bill geweest. Dus ik ben benieuwd wat we nu moeten gaan doen. Let's go! We gaan naar de volgende etage. Want ja, degene die dit script heeft geschreven, die is niet zo blij hoor. Omdat wij dus het script continu aanpassen. Omdat nu de goede mensen winnen in plaats van de slechte. Wij gaan opnieuw een etage naar boven. Wat zal dit voor mooie setting zijn? Het doek zit er nog voor, maar ik ben reuze benieuwd. De verteller gaat weer vertellen. En op het programma staat een prachtige voorstelling door het Toy 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 Ballet. Het Toy 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 Ballet. Oh, wacht even. Oh, dit muziekje. Dit muziekje is een echte classic. Kijk ze gaan. Oh, wat prachtig. Wat ziet het er goed uit. Wat een mooie Shy Guy'tjes van Origami. Ja, dit is wel genieten. Hiervoor speel je Paper Mario. Dit is gewoon puur genieten. Moeten wij weer iets gaan doen? Er wordt ook gewoon niks gezegd. We moeten gewoon nu het podium op. Moeten we gaan dansen? Met deze epische Shy Guy. Oh, kijk ons gaan. Ja hoor, Mario, lekker hoor. Oké, moet ik iets doen? Nee, ik hoef niks te doen. Nee, ik kan gewoon chillen. Ik kan gewoon chillen. We worden opgetild. Alles. Wat een liefde. De liefde spat er wel vanaf hoor, tussen Mario en Shy Guy. Dit ziet er goed uit. Oh, wacht even. Hij is te zwaar. Dit gaat helemaal fout. Oké, nu is iemand boos. Nu is iemand heel boos. Oké. Ja! Moet ik ze gewoon... Ja, ik moet ze gewoon hameren. Let's go. Hamer ze. Oké, kom dan. Ik heb er weer één gehamerd. Nog één. Ik pak te veel damage. Pak ze. Hoeveel zijn er nog over, joh? Nog 5, denk ik. Pats. Oh, bijna. Nog 2. Oh, nog 4 blijkbaar. Pats, hoppakee. Ik vind het opeens niet zo'n hele vriendelijke balletvoorstelling meer, jongens. Lekker, Mario. Beuk ze allemaal kapot. Hoeveel zijn er? Oh, snap. Er zijn er nog veel meer. Ja. Oh. Kijk hem gaan, jongen. Lekker, Mario. Sloop ze. Lekker bezig, jongen. Wat een prachtige voorstelling weer. Dit is geweldig. Dit was weer een geweldig optreden van uw heer Mario. Maar we zijn nog steeds niet klaar. We moeten nog steeds iets gaan doen. Dit was voorstelling nummer 3. En nu gaan we naar de final chapter. Mario, je kunt vechten, acteren en dansen. Is er iets wat je niet kan? In het begin was het maar saai. Maar halfweg werd het veel beter. Ballet met hamers. Wie verzint het? Bobby die houdt wel van wat geweld. En de stem zegt... Ik heb het gehad met al die acteercapsones en superster allures. Wil je de hoofdrol? Goed, laat je muzikale talent maar eens zien. Er beginnen wat toots te bibberen in het publiek. Die zien het niet meer zitten. Maar ik heb wel wat zelfvertrouwen opgebouwd hoor. 3 voorstellingen hebben we nu gewoon even de hoofdrol weten te pakken. En hoe. Maar nu, beste toeschouwers. De laatste voorstelling van vandaag is speciaal. Wow. Dat is het symbool van Ollie. En dat is het blauwe lint. Ja, dat is het blauwe lint. Eindelijk, we hebben het gehaald. Laten we eerst al onze acteurs een groot applaus geven. Ja, maar ze zitten allemaal vastgebonden. Ze kunnen toch niet klappen? Geniaal dit. Geniaal. Wat vet. Daar zijn ze hoor, Shy Guy'tjes erachteraan. Natuurlijk alle Koopa's. Ja hoor, jazeker. Prachtig, jullie hebben het goed gedaan. Jullie waren episch. Deze kan je allemaal zien in de vorige aflevering van Paper Mario The Origami King. En hier alle ballerina Shy Guy'tjes. Goed gedaan jongens. Sorry voor die klappen met die hamers. Het spijt me. Oh. Ik sta op, ja, goed zo. En nu, de held van de show. Kom, neem je applaus en ontvangst, Mario. Dit is je kans om bij de spoel te komen, Mario, zegt Olivia. Ik denk dat het niet zo makkelijk gaat. Let's go, Mario. Naar het blauwe lint toe. Trek hem kapot. Oh, wacht even. De stem zegt nee. De ster van de show is niet Mario, cultuurbarbaren. De echte superster ben ik. Wie is ik? Sowieso is het niet Ollie zelf, toch? Die komt nog niet. Die komt later. Wat is dit? De rubberen regisseur elastiek. Dude! My man! Prachtig! We gaan battelen, denk ik.
Dude, je hebt echt te veel The Voice of Holland gekeken. Hallo Elastiki, denk je dat jij de ster bent? Toegegeven, je entree mag dan wel bijzonder imposant zijn. Je kunt wel niet ontkennen dat je hele productie werd gedragen door het acteertalent van Mario. Hey, wacht eens even. Heb jij die show verzonnen? Waarom heb je hem zo gevaarlijk gemaakt? Mario had zich wel 100 keer lelijk kunnen bezeren. Je zit helemaal onder elastiekjes. Heb jij dan toevallig ook al die toads vastgebonden? Oh, wat een lange monoloog. En je hebt al de teksten onthouden. Ooit nagedacht over een carrière als actrice? Oh, hij bedenkt zich. We stellen toch opeens niks voor hem. Zeg maar adieu aan je publiek. Hier valt voor jullie het doek. Oh, snap. Battle! Aanschouw de macht van mijn elastiekjes. We zullen zien hoe goed je mijn regie kunt volgen. Oké, hij gaat alvast... Ja, hij schiet alvast wat dingen weg. Ja, top. We kunnen denk ik dan sowieso niet over die elastiekjes heen of zo. Dus even kijken, hoe moeten we dit gaan doen, jongens? Er liggen overal elastiekjes. Ja, wat moeten we daarmee dan? We kunnen de toads even laten juichen. Ik doe dat nooit in boss battles, maar laten we die toads even laten juichen. Dus even kijken wat er gebeurt, jongens. Ze gooien van alles op het battlefield. Ik krijg HP erbij. Dat kon ik sowieso gebruiken. De toads hebben allerlei coole dingen onthuld. Ja, met die elastiekjes ga je ook naar voren. Ik denk dat dit al goed genoeg is. Door die elastiekjes ga je dus naar beneden en naar rechts. Dat is wat het is. Ik vind deze route denk ik wel goed, want ik zet hiermee de switch aan. Ja, en nu komen we uit bij een plek waar we een klap kunnen geven. Ik weet alleen niet of we nou met de hamer moeten slaan of dat we beter op hem kunnen springen. Zullen we op hem proberen te springen? Jump! 13 damage en 4 damage. Oké, goed zo. Er zijn nu veel meer elastiekjes op het veld. En hij zegt, mijn veerkrachtige lijf voelt niks van je arsenalige aanvallen. Echt wel, ik heb jou wel pijn gedaan. Wat ga je nu doen? Oh, Nee! Hij regenerate zijn health. Hij is weer helemaal vol. Hoe moeten we dit doen? En nu ga je mij aanvallen. Oké, ja, verdedigen. Verdedigen. Oké, ik heb me aardig verdedigd. Misschien moeten we met ons magische kracht even gaan proberen. Misschien moeten we hem proberen te pakken. Als het goed is gaan we nu ook gelijk naar links, ja? Ik heb een envelopje te pakken. Eens even kijken. Zorg dat je dicht bij de vijand staat voor je de vouwarmen gebruikt. Hoe dichter je bij hem staat, hoe meer elastiekjes je kunt pakken. Trek de elastiekjes zo ver mogelijk terug en schiet ze weg. Oké, dus we moeten eigenlijk proberen om wat dichter bij hem te komen staan als we deze aanval doen. Maar dit is dus de bedoeling, dus dat wij zijn elastiekjes gaan pakken. Zo, hoppakee. Trekken en hoppakee, loslaten. En dan schieten de elastiekjes buiten het veld. Ja, en dan, ja, dan kan hij ze natuurlijk niet terugpakken. Aha, oké, duidelijk. Er liggen nog 3 elastiekjes op het veld. Die pakt hij terug en hij krijgt een klein beetje HP erbij, maar niet zoveel. Ik moet weer even proberen te verdedigen. Ja, oké, dat ging 1 keer goed en 2 keer minder. Oh, en nu ben ik vastgebonden. Nu kan ik niet bewegen. Ah, nu kan hij nog een keer aanvallen, zeker. Nee! Verdedig! Oh, dit gaat pijn doen. Oké, 14 HP damage. Het valt nog mee. Eens even kijken wat hij nou weer gaat showen. Ik ga wel weer lekker wat toads laten juichen. Dat bevalt me eigenlijk wel. Dat vind ik echt top. Kijk, hoppakee. Ja, dankjewel. HP erbij. Nu laten ze weer de route zien die ik ga afleggen. Ja, ik moet het wel op deze manier doen. Ik sta er wel heel ver weg. Maar ja, weet je, dan zet ik in ieder geval het knopje weer aan. En dan kan ik gelijk proberen om hem weer beet te pakken. Dit is toch wat je wil in deze boss battle. Je wil hem beet pakken, liefst dichterbij. Maar ik ga nu gewoon proberen om dit van ver weg te doen. Hoppakee. Ja, kijk, dit ging dus niet zo goed. We moeten echt dichterbij zien te komen. Ja, nu krijgt hij dus al zijn HP weer terug. Oh, nee. We moeten duidelijk dichterbij zien te komen. Oké, Toads. Help mij. Doe je ding. Doe je ding. Ik vind het echt hartstikke moeilijk. Want volgens mij doe ik het nou weer niet helemaal goed. Ik zet de knop wel aan. Ik heb 2 keer damage gepakt in ieder geval. Kijk, nu zet ik hem aan. En dan gaan we nu naar boven. Maar dan staan we toch weer heel ver weg. En dat is niet zo nice. We moeten echt dichterbij zien te komen. Pats, kijk, zie je. We hebben echt maar 1 HP damage. Dit is niet nice. Nou, hij heeft me ook weer lekker te pakken. Ik dacht dat ik even aan het afweren was, maar blijkbaar niet. Wat een vervelende baas, joh. Ah! Freaking elastieke man. Kappen. Oké, de toads mogen me weer even gaan helpen. Gaat het in ieder geval goed met de HP? Ga maar eens kijken of ik toch wat dichterbij kan komen en hem dan gewoon kan aanvallen of zo, denk ik. Misschien helpt het als we een beurt gewoon dit doen. Misschien dat dan de aanknop ook wat verder komt in de battle of zo. Of in de schijf. Misschien dat dat dan helpt. Want die aanknop die ligt de hele tijd aan de buitenkant. Maar die moet eigenlijk gewoon aan de binnenkant komen te liggen. Ik ga hem eens even slaan met de glanzende hamer. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat dit gaat uitrichten. Ik maak 33 damage, dus dat is wel top. Eigenlijk moet je hem zo dus blijkbaar de genadeklap geven. Maar ja, hij... Kijk, hij gaat toch al die HP weer terugpakken. Hij heeft het gewoon allemaal weer terug. 35 heeft hij zelfs terug. Dus hij heeft meer terug dan dat we eraf hebben geslagen. Verdedig, Mario!
Oh man, 30 damage ook echt. Kijk, die aanknop die ligt nu wel iets. Die ligt nu één slag verder, zeg maar. Dus dat is in ieder geval nice. Misschien moet ik me gewoon in één beurt die aanknop aanzetten. En dan in de volgende beurt focussen dat ik daarna zo dichtbij mogelijk kom om die handen te gebruiken. Misschien is dat het. Dus ik zet hem nu aan. Voor de rest doe ik eigenlijk niks deze ronde. Want we komen nu dus hier te staan. Nou, hij krijgt weer 2 HP terug. Verdedigen, Mario. Ja, het lukt me. Het lukt de hele tijd niet om te verdedigen. Ik druk elke keer te vroeg op die stomme knop. Springen. Ja, lekker. Oké, ik heb hem nu ontweken. Top. Dat scheelt in ieder geval weer. Kijk, inderdaad. Nu staat hij gewoon aan. En nu kunnen we hopelijk zo dichtbij mogelijk komen om hem gewoon kaart te klappen. Ik ga in ieder geval iets van 400 muntjes erin gooien. Zodat die toads me gaan helpen. Dat ik goed kan zien waar ik uiteindelijk terecht kom. En ik krijg een paddenstoeltje erbij en wat HP. Dus dat is helemaal top. Het kost allemaal heel veel muntjes, maar ik wil deze baas wel even gewoon halen. Eens even kijken. Ik wil uiteindelijk niet op die vuist terechtkomen. Weet je wat? We gaan het gewoon zo doen. Ik kom nu redelijk dicht bij hem. Ik heb helaas geen double damage. Maar ik sta wel letterlijk op de eerste rij om hem beet te pakken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel damage hij gaat pakken daarmee. Let's go, Mario. Je staat op een goede plek nu. We hebben het dus verdeeld over 2 beurten. In 1 beurt druk ik op de aanknop. En in de volgende beurt pak ik hem beet. En smack ik hem. Hoppakee. Oké, lekker. En ik denk dat als we nu dichtbij hem komen en hem gewoon met de hamer slaan, dat we hem alsnog kunnen gaan pakken. Want hij heeft niet zo heel veel HP meer over namelijk. Lekker verdedig, Mario. Ja, oké, bijna goed. Hij heeft me toch weer te pakken. Potverdorie, ik kan natuurlijk wel springen. Ja, ik kan springen, maar dat doe ik niet. Nou, hij ziet het niet meer zitten, jongens. Hij is bijna kapot, hè? Je ziet het. Hij is bijna kapot. De toadtroepen worden weer ingeroepen. 250 muntjes. Ik hoop dat het genoeg is trouwens. Ik denk dat ik net iets te weinig muntjes heb gegeven aan die toads. Oké, nee, ik kan wel zien waar ik terechtkom. Oké, we gaan dus zo. Dan gaan we naar beneden. Even kijken naar die derde ring, hoe we dat kunnen doen. Ik denk dat dit top is. Het zou wel chill zijn als we de double damage kunnen pakken. Ja, die kunnen we pakken zo. Ik denk dat dit de goede kant op gaat, jongens. Ik denk dat dit helemaal de goede kant op gaat. Ik heb hier ook nog een kistje gewoon op de route. We hebben 1 beurt erbij. De envelop die we al 6 keer hebben gepakt. En naar beneden. Hartje pakken. Double damage pakken. Pak een muntje erbij. We gaan naar beneden. We worden doorgestuurd. En doorgestuurd. En doorgestuurd. En hier kunnen we hem gaan slaan. Ik ga hem keihard pakken met mijn glanzende hamer, jongens. Dit moet lukken. De laatste beurt. Nee. Dit was een heel zwak slagje. Dit was een beter slagje. Nee. Waarom pak je geen... Waarom kan ik hem in mijn tweede beurt niet raken? Nee, dit is gemeen. Waarom kan ik hem in mijn tweede beurt niet raken? Moet ik hem dan echt ook in de laatste beurt uit elkaar trekken? Potverdorie, jij elastieke man. Jij neemt mij in de maling, hè? Jij neemt mij keihard in de maling. Oké, nu is het aan. Dit moet hem worden. Dit moet de laatste beurt worden. We moeten hem nu gaan pakken. We moeten de knop aan gaan zetten. En we moeten hem uiteindelijk ook gewoon slopen. En als het goed is, doen we dat op deze manier. Let's go. We zetten hem aan. Ja, en we komen hier uit. En we gaan hem pakken. We gaan hem beet pakken. We gaan die trekpop helemaal uit elkaar trekken. Let's go, vanuit de tovercirkel. Grijp hem. En laat los. En... Is hij nou nog niet dood? Gast! Hij is nog niet kapot! Ik dacht dat ik hem had, maar hij leeft nog. Hij zegt, de doek is gevallen, ik sta voor schut. Je hebt mijn ensemble gereduceerd tot een eenmansorkest. Dit zet ik hier betaald. Hij bestaat gewoon nog. Ik, 51 HP eraf. Ik denk dat we hem nu uiteindelijk gewoon keihard met die hamer moeten klappen, jongens. Ik bedoel, de elastiekjes zijn weg. Hij kan niet meer healen. Pak hem met je mooie glanzende hamer, Mario. Geef hem de genadeklap. Geef hem de genadeklap. Wat? Normale aanvallen werken nog steeds niet. Hij is te elastisch. We moeten... Echt? Nee, joh. Verdedig. Lekker gedaan, Mario. Heerlijk. Moet hem gewoon alsnog pakken. Wat een gozer, joh. Oké, jongens. Dit moet hem worden. Ik hoop dat dit lukt. Pak hem beet. En schiet hem lekker naar een andere dimensie. Wat? Ja. Ik heb hem. Sla hem. Klap hem. Bap. Is dit het? Grijp hem. Ja, en schiet hem weg. Schiet hem weg. Naar zijn moeder. Dikke doei. Auf Wiedersehen. Tot ooit. Ja hoor. Het is gedaan. We hebben de baas verslagen. Wat een gekke baas weer, jongen. Rubber poppetje van elastiek. Geen idee of dat klopt. Maar, kijk. Hij zegt, zo had het niet mogen eindigen, Mario.
Wat een fiasco. Wat een afgang. Hoe oneerlijk allemaal. Oh, muzen, het lot keert zich voorgoed tegen mij. En voorspoed lacht die papieren wezens tegemoet. Voorspoed, natuurlijk. Mijn plannen waren zo grandioos. Nu liggen ze in duigen. Glansloos. Helaas. Mijn strijd was zinloos. Geen toegift voor deze rubber... Het is afgelopen met hem. Inderdaad, het rubberen elastiekje is niet meer. En alle elastiekjes zijn... Ja, lekker. Alle toads zijn bevrijd. Daar deden we het natuurlijk voor. Ja hoor. Daar gaan we. We gaan dit lint doorknippen. Mario, je hebt de show gered. En mij. Natuurlijk toads. Daar zijn we toch voor. En Bobby die zit nog steeds daar te chillen. Zo van, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Waarom is iedereen zo blij? Hallo. Lekker gedaan, Mario. Olivia, ja. Dit is jullie momentje. Pak hem maar even. Pak je momentje. Maar laten we nu wel snel dat lint weg gaan halen. Dat blauwe lint. Dat vervelende blauwe lint. Met de vouwarmpies. Grijp het. Grijp het symbooltje. En hoppakee. Smack hem helemaal kapot. Daar gaan we. Ja. Hoppakee. Na het rode lint hebben we ook het blauwe lint verwijderd. Nice! Daar gaat hij. Door de versnipperaar. Lekker. En dan is er nog een geel, een groen en een paars lint wat het kasteel nog beet houdt. Maar het tweede lint is ook voltooid verleden tijd. Ja. Lekker gedaan! Wat een gekke baas was dit weer. Hoppakee, de blauwe snippertjes zijn allemaal in de pocket, allemaal in het zakje. En we hebben een grotere snipperzak. Kijk, dat komt goed van pas. Ja, pak aan, blauw lint! Oké, Mario, we gaan naar beneden. Je kunt maar beter even voor gaan zitten, geloof me. Oké, maar wat hebben jullie nog een encore dan of zo? Knap gedaan daarboven. Jullie zijn een geweldig team, dat verdiende een applaus. Maar ja, dus heb ik jullie maar heel hard toegejuicht. Bobby, die kan natuurlijk niet in zijn handen klappen, want hij heeft geen handen. Zet je maar schrap voor een dolle rit naar beneden. Oké, Toad, let's go. Huh? We gaan naar boven. Oh, toch niet. Hoppakee. En ja hoor. Ze belanden wel allemaal weer goed in hun stoeltjes terecht. Dat is nice. We hebben korte metten gemaakt met het blauwe lint. En de toads gered. Klaar is Kees. Klassewerk erboven, super. En nu weer naar het Samurai Park. Let's go. Let's do it. Laten we kijken hoe het Samurai Park ervoor staat. Of het eindelijk weer vrolijk is daar zo. Zou iedereen weer blij zijn? Zou het personeel weer aan het werk zijn? En ik ben benieuwd of dit theater, de Schouwburg, nog heropend gaat worden. Of dat ze er helemaal klaar mee zijn. Daar gaan we. Ja hoor. Alle papier-maché is verdwenen. Er staan alleen nog wat mooie boompies. Lekker van die grote bonsuitbomen lijken het wel. Ja hoor. En daar zijn ze, de helden van de dag. Mario, Bobby en Olivia. Ja, Bobby doet alleen geen moer bijna, maar... De toads zijn in ieder geval blij met ons. En weet je, als de toads blij zijn met ons, dan ben ik ook blij. Wat een feest, wat een vissa. Chainjump is er ook weer bij, de ninjas, die zijn er weer bij. Wat een gezellig feest. Vuurwerk, alles. Nice, papiervuurwerk. Heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Nou ja, eigenlijk zijn het gewoon partypoppers, toch? Pap! Pap, lekker. Pap, 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 pap. Kijk hoe trots Bobby is. Kijk hem trots zijn. Superman, mevrouw. Wat is er, Bobby? Wat is er, Bobby? Ik weet weer alles. Weet je weer alles? Zijn geheugen is terug. Alles kan hij zich weer herinneren. Wat een feest. Oh, of niet? Nee, ben je daar niet blij mee, Mario? Olivia zegt in ieder geval, ik ben zo blij dat je alles weer herinnert, Bobby. We hebben het Samurai Park gered, het blauwe lint opgeruimd en weer heel wat nieuwe avonturen beleefd. En dat vuurwerk heeft eindelijk het geheugen van Bobby weer wakker geschud. Hij weet wie die is en waar die vandaan komt, maar alle nieuwe herinneringen die we samen hebben beleefd zijn tot nu toe de mooiste. Nou, Bobby. Hij gaat er vandoor, volgens mij. Hij zegt dat hij ons nooit zal vergeten. Succes met jullie zoektocht en hij wenst ons het beste. Bobby, het was gezellig. Olivier zegt, ja dag, dat gaat niet gebeuren. Je gaat met ons mee. Hallo, je hoort bij ons team, Bobby. Je mag er niet van door. Oh, Bobby moet er van huilen. Die zegt, snik, nou verdorie. Straks ga ik nog huilen en Bobbels horen helemaal niet nat te worden. Hij blijft bij ons tot de laatste snik. Yeah, lekker Bobby. Maar de toad in de boot, die zegt, geen tijd om te verliezen. Geen tijd om te rusten. We moeten achter het gele lint aan. En we kunnen door de sluisdeur, dus spring maar aan boord. En dan gaan we naar de Karton Canyon. Op naar de volgende avond. Het is zo mooi hoe blij al die toads hier zijn, jongen. Echt geweldig. Kijk ze dan op die brug. Helemaal enthousiast. Helemaal blij dat het Samurai Park weer lekker in orde is. En ook daar zwaaien ze ons uit. Toedeledokie, jongens. Het was gezellig.
Veel succes nog met jullie mooie park. Ik zal nog vaak terugkomen, want ik heb tenslotte een VIP-kaartje op zak. Ho ho, wat een chilling. En ja, het gele lint, dat hangt toch even boven ons. En Olivia die vraagt aan Bobby, wil je niet even iets over jezelf vertellen? En Bobby die zegt, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Het leven kan hard zijn, maar ik ben er op volle vaart tegenaan geknald. En Olivia zegt, ja, ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Waarop Bobby weer zegt, je broer die heeft heel wat ellende veroorzaakt. Dus ik denk dat we een beetje in hetzelfde schuit zitten. En zo is het maar net. Maar Olivia blijft zijn best doen en op naar het volgende lint. En dan op naar Ollie. Ja, we moeten nog 3 linten, hè, Olivia. Niet te snel, we moeten er nog 3. En we zijn aangekomen in de Karton Canyon. En hoe het er daar aan toe gaat, zie je in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickettune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!